Afgelopen zaterdag is de inschrijving voor de 102e Vierdaagse gesloten. Omdat de inschrijflimiet van 47.000 inschrijvingen overschreden is, worden de beschikbare startbewijzen door loting toegewezen. 52.669 mensen hebben zich ingeschreven. Dat betekent dat ruim 5600 wandelaars niet de kans krijgen om mee te doen aan de Vierdaagse. De loting vindt plaats vrijdagmorgen, 30 maart.